Maar als ik dus naar boven zou lopen met een mes, dan kan ik hem dus gewoon lek steken. Ja, ik denk, je zou hier maar moeten zitten. Nee, ik kan niet. Dat is zo slecht, maar goed. Nee. Oké, ik ga dit echt doen voor de content. Ik denk oprecht dat ik ga kotsen, want ik kan echt niet tegen pittig eten. Ah, oh, dit is echt niet leuk. Een hele, hele goede morgen, dames en heren. Welkom terug bij deze gloednieuwe vlog. Het is ontzettend vroeg. En ik weet niet of jullie dat ook eens hebben, maar als je in de ochtend buiten loopt. We hebben hier een snelweg lopen. En die klinkt altijd harder in de ochtend dan in de avond. Dat viel me echt net op, dus daarom schrijf ik het even. Welkom terug deze nieuwe vlog, mijn naam is Kerenruijhoek. Vandaag heb ik en een paar andere mensen van mijn school. Dat zei ik op een rare manier, maar in ieder geval, we hebben een shooting day. Dus we gaan mensen neerschieten. Hey, wij hebben vandaag opname. Voordat, wat ik laatst ook even in de vlog liet zien van ik ben de beste, heb ik echt heel kort laten zien. Maar we gaan een soort van tv-programma maken en daarin moeten twee presentatoren tegen elkaar strijden. En dat gaan we vandaag de eerste aflevering van opnemen. Maar ik ben weer veel te lang aan het praten, laten we naar de trein gaan. Ah, het is geen trein geworden. We zitten in de bus naar Apeldoorn, we gaan eerst naar Bach. We gaan filmen op een kern. Wat is het eigenlijk? Ik ben lekker voorbereid. Kerncentrale. We gaan filmen in een kerncentrale. Serieus, dat is het ook. Zo'n scoutinggebied, ja, daar gaan we filmen. Kijk, in Apeldoorn houden ze van kunst. Maar Roma en ik zaten er even naar te kijken. En we kunnen gewoon niet helemaal ontdekken wat het is. Is het een ballon, zeg maar? Of is het wel gewoon hard? Ik vroeg zo aan Roma van, zou je dit... Is het een ballon? Dat denk ik wel. Maar waarom zit die dan echt goed vastgemaakt? Ja. Denk ik. Ja, dat denk ik zeker, ja. Dat moet wel. Maar als ik dus naar boven zou lopen met een mes, dan kan ik hem dus gewoon lek steken. Dat zou je technisch gezien kunnen doen. Dat is wel vet, maar dit is wel leuk bedacht trouwens. Ja. En kijk, daar is zo de maan. Wat leuk, wat mooi. Volgens mij is het nog best een stuk lopen. Ja, de vorige keer dat we hier waren, waren we met de go-scooters. Daar heb ik ook gevlogd toen. Toen waren we echt heel snel hier. Holy shit! Hij trekt al! Dat is fucking sick. Ja. Maar nu moeten we dus zonder go-scooters daar naartoe. Ja, maar ik was toen niet bezig met hoe we erheen moesten. Nee. Ik was bezig met het vasthouden en niet op mijn bek gaan. Ja, nou, ik was ook bezig met vasthouden en niet op mijn bek gaan. Ik denk dat we goed lopen. Ik weet het wel zeker, we gaan goed lopen. Ja? Ik hoop het. Anders moeten we straks even teruglopen. Ik dacht al. Wat is... Lopen we goed? Lopen we niet goed? Nee, ik dacht al, of wel? Kut. We lopen wel goed, gast. Helemaal gast. Even zoeken. Maar zaten we net op deze laan hier, toch? Want die is het busstation. En we moesten wel de andere kant op dus. Verdomme. Zullen we Bart even bellen? Nee, dat doen we, nee, doen we niet. Nee, we kunnen dit zelf. Oké, ik kom bijna. Die gast, wij zijn onderweg. Die gast die belt mij. Zij uur al bijna. En echt helemaal zo. Oh, je zijn al bijna. Ik ben net wakker. Die staat hier te douchen. Korte. Ja, ik hoor het dan ook. Moeten een kwartier wachten. Dan moeten we een kwartier wachten, ja. Zij douchen al warm, gast. Zij douchen echt warm. Kan je het zien op de camera? Weet ik niet. Holy shit. Je lijkt wel een vrouw, man, hoe warm je douche. Fuck broeder. Ik ben helemaal fuck dat broeder. Oh, ik schrok me net kapot. We liepen zo langs een hechtje. Ik zag zo'n man buiten staan. Hier ja, ik ben toch midden in mijn verhaal, man. Ja. Ja. Wil je nog binnenkomen? Ja, ga. Niks lopen dan, hè? Nee, ik doe niks. Ja, ik ken jou. Nou. Nah. Ik hou hem onder bedwang. Maar in ieder geval, we liepen zo langs zo'n heg. Je ziet mij niet eens, waar film je naartoe? Oh, ik wou, nee, even ervoor staan, zieke lensflare. Oh ja, mooi, die zon. Nee, dan moet je even ervoor gaan staan, want ik had net een zieke lensflare erin. Oh, in ieder geval, we liepen zo langs zo'n heg. En ik zag zo'n man, dus ik wilde zo hoor zeggen tegen die man. Dus ik keek zo die man aan. Ik wilde hoor zeggen, het was er in één keer zo'n klein hondje, die zag ik niet. Ik begon kaart te blaffen. Ik schrok me kapot, ik liep zo. En toen in één keer, oef, en ik ging echt helemaal zo. Dat was echt grappig. En toen zei ik wel gewoon hoi tegen die man, zei die man hoi terug. Maar hij lachte. Hij lachte wel. Echt? Ja, hij vond het grappig. Stuk. Ik was helemaal stuk gegaan als ik de eigenaar was, maar hij ging niet stuk. Nou, eindelijk, na echt een half uur wachten voor zijn huis, is hij wakker. Goedemorgen. Hoe gaat het ermee? Je ruikt wel lekker. Ja? Ja. Top. Welke shampoo heb je? Geen idee. Nou, die moet eigenlijk ook helemaal niet. In ieder geval, we zijn hier al een keer eerder geweest. Kiek eens aan, de tuin. Prachtig man. Ja, Bart moet dus nog ontbijten.
Wat wij in die tussentijd gaan doen, geen flauw idee. We zijn gearriveerd op bestemming. We hebben een tent. We hebben een tent. En een stok voor in je hol. We hebben hij Ivan. Kast. Waar? Ah, hij, hij, is wel, hij kwam wel uit de kast, zeg maar. Oh. Ja, nee, dat kan. Ja, dat kan. Maar dit is dus een scouting. We gaan dus filmen bij een scouting. En Ivan zit op scouting. Dus dat is mooi. Hij kan ons veel uitleggen. Hij kan ons veel vertellen. Waardoor we een mooi programma kunnen neerzetten als het goed is. Wij hebben dus met dit programma hebben we helemaal een outfit. Volgens mij heeft Ivan hem uitgedaan. Ja, hij heeft hem zeker uitgedaan. Jongen, maar... je zag letterlijk dat ik hem uitging, maar ik heb hem uitgedaan. Ja, dat klopt. Maar kijk, hij heeft hem uitgedaan. Maar kijk, daar ligt hij. Maar dat, zie, dat film ik zo nog wel. Maar we hebben dus gewoon helemaal een outfit. Voor vandaag. Vet hè? Voor vandaag. We moeten 4 afleveringen maken. Ja. En we voor 4 afleveringen hebben dezelfde outfit. Hij is ook presentator. Hey. Ik weet niet of je het merkt. Hey hallo, welkom allemaal bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is niet Keran. Maar dit kan ik ook nog van. Dan kan ik dus ook presenteren. Oh. Kijk, ik zie mezelf hier echt niet zitten. Voor de mensen die op scouting zitten, heel leuk. Maar ik zie mezelf echt niet op scouting. Kijk dit, je zou hier maar moeten zitten. Hey. Zoals je kan zien, ik ben nu mijn mooie tuinbroek aan het doen. Er zit geen plaatje, jongens. Dit is toch mooi. Ik hoef niet iets te zeggen en dan neem mijn vlog gewoon over. Kijk eens hoe sexy. Ongelooflijk mooi. Albei prachtig. Ben ik ook prachtig? Nee, kijk toch? Hallo, hallo. Ik heb ook trui meegenomen. You are beautiful. We zitten midden in de opnames, maar we hebben nu heel even... Ja, ik denk dat ik jou wel even nodig heb. Ja, dat is goed. Ik moet zo mijn broek vasthouden. Oh, en dat is geen probleem. Kijk, voor jou te schrijven. Ja, nou, dankjewel, gelukkig. Maar we hebben net het in de intro opgenomen. En we gaan nu gewoon door. Er is iemand aan het tennissen, kijk, wacht even. Kijk hoe leuk, hij heeft daar zo'n machine staan en die schiet dan de balletjes en dan gaat hij gewoon terug staan. Kijk hoe vet. Maar oké, ik ben afgeleid. Ik moet weer door. Het is goede content. Loop even, loop even. Loop naar hem toe, loop naar hem toe, loop naar hem toe. Nee, wat mooi. Hij zit op scouting. Rent weg voor spin. Oh, wat een schatje. Kijk dan hoe lief. Echt zo schattig. Nee, je gooit hem niet op me. Jij tering lul. Ja, nee, pak hem alsjeblieft. Pak hem lul. Lul. God, mijn baard. Bart, pak dat tering ding. Bart, tering op. Kijk, hij zit hierin. Kijk, hij zit hierin. Pak hem. Vier je ervan? Ja, ik kan niet dan niet bewegen. Ja, hij moet die spin even pakken. Ja, ja, pak hij zal uit. Hij zal echt uit. Niet, ik geloof geen tering van. Ja, geloof hem nou maar. Oké. Okay. Ivan heeft hier net een vuurtje gestoken. Hoe dat is gegaan ga ik niet zeggen, want ik denk als ik toestemming krijg van de rest dat ik deze aflevering ook op mijn YouTube kanaal ga zetten. Maar nu is Jiffany. En dus die moet nu ook vuur gaan stoken en dan kijken wie het beste en snelst is. 3, 2, 1, actie! We zijn alweer een stuk verder in de tijd. We hebben net in deze aflevering hebben we 3 wedstrijden. En we zijn alweer, de tweede wedstrijd hebben we alweer klaar. We zijn echt een heel stuk verder. Deze keer moesten ze een tent opzetten, zoals je kan zien. Kijk eens aan. En op dit moment gaat hij de winnaars bekendmaken. Dat maakt het niet heel goed voor mij. Nee, dan heb je niet zoveel vertrouwen in jezelf. Dat is deze. Nee. Waarom niet? Wat maakt het dat je denkt? Dat ik niet. Omdat ik niet goed was. Thijs? Ja, zo snel. Ja. Zo snel. Ik vond het wel goed. Nee, ik ben nog niet meer. Ooit kan je het wel. Yo, je ruikt naar rook? Ja. Waardoor komt dat? Omdat ik ook nog vuur met mij kan. Oh, meisje. Ah, dit is echt sneu. We hebben echt een race tegen de klok op dit moment. Want de zon gaat al onder. We moeten nog 1 wandeling maken. Die wandeling die duurt echt iets van 45 minuten of zo. Dus die proberen we nu in te korten. Maar het moet natuurlijk wel even lang blijven, anders is het niet eerlijk. Dus die proberen we nu in te korten. Ik begin echt moe te worden. Het is, hoe laat is het? Het is 5:30. Nou, ik heb niet heel veel honger, want we hebben wel genoeg eten mee. Maar ik heb wel zin nog steeds in een broodje. Oh, mama, mijn vlug! Ik heb wel zin in een broodje shawarma en kapsalon of pizza. In ieder geval, het is wel een geslaagde dag tot nu toe. En we lopen wel netjes op schema, alleen misschien net niet helemaal. Maar dat zullen we zien. Ik bedoel, het komt altijd goed. Bart, wat gaan wij doen? Wat gaan wij doen, Bart?
Oké, wij gaan op locatie staan. Zij hebben de hele puzzels eigenlijk klaargestaan. Ja. En zij moeten naar ons toe komen. En wanneer zij naar ons toe zijn gekomen, moeten wij een 5 geven. En dan moeten ze zo snel mogelijk terugkomen weer naar dit punt. En dan winnen ze. En dan winnen ze. En dan de ene moet echt een fucking nasty peperdingen op. Ja, een pepersmoothie en gadverdamme. Weet je wat kut er zo van is? Nou. Als je op een gegeven moment dat op hebt. Ja. En je gaat daar naar kakken. Dat is kut, ja. Gaat branden. Dat is echt kut. Oké, wat is Ivan's fiets? Ik moet op Ivan's fiets. Oké, hey Kieran. Goed luck, hè. Later. Oké, we are alone. Als Bart er is, kunnen jullie beginnen. Ja, dankjewel. Blijf daar maar wachten. Yo, is goed. Maak maar een gekke vlog. Yo, ben ik mee bezig. Nou, huizen spotten kan hier wel makkelijk. Holy shit. Oké, kom er maar aan. Is goed, man. Succes. Hey, later. Kijk dan. Dit valt nog wat mee. Ik zeg nu even dat dit meevalt. Kijk naar dit huis. Dit valt niet mee. Dat valt niet mee. Kijk daar. Dat valt al helemaal niet mee. Dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Dit is pleurisgroot. Kijk dit huis. Ik sta hier in een villa-wijk. Oprecht sta ik hier nou met mijn kankermikkige fiets. Ik kijk echt mijn ogen uit. En ik ga eten. Daarnaast komt Ivan dus nu deze kant op lopen. Die heeft dus een kaart. En ik heb ook nog een kaart. En hij moet het nu uitzoeken via kompassen waar hij naartoe moet. En dan komt hij hier naartoe en dan geef ik hem een kaart zodat hij makkelijker terug kan komen. Maar dat moet hij allemaal lopend doen. Oprecht, maar het is een heerlijke dag. Ik zit hier echt te genieten. Ik zit hier zo te genieten, dat is niet normaal. Het is niet koud. Het is mooi blauw weer. Ik zit te kijken naar huizen waar je u tegen zegt. Dit is een stad waar ik 2-3 keer eerder ben geweest, maar nog nooit in dit deel. Dus ik kijk mijn ogen uit. Ik weet niet. Soms hebben we gewoon van die momenten. Of nou ja, dat je op plekken bent. Dit voelt ten eerste een beetje als een vakantie. En die vibe is gewoon zo lekker. Deze fiets kan trouwens echt niet fietsen. Dat is wel even een negatief puntje. Sorry Ivan als je dit ziet met deze fiets, echt waar. De hele zadel zit los en kwam nauwelijks voor. Oh, dit is een elektrische fiets. Misschien kom ik daarom nauwelijks vooruit. Ik ben trouwens benieuwd wat Bart aan het zeggen is. Plus, ik heb nog iets, hè. Gisteren moest ik op werk. Had ik kans 1 op 10 verloren, waardoor ik onderbroeken moest eten. Kijk maar even. Wat zit er in je mond, Kera? Wat zit er in je mond? Koekje. Oh, lekker. Eten. 5 kilo. Oeh, lekker. Ik was in een taart nu. Hij zei dat onderbroekje aan het eten. Gaat het geen koekjes. Goed, ja, je moet er opeten, hè? Hé, blijf bij de camera, joh. Blijf hier. Je hebt wel stroop, hè? Ja, zoals je stroopbrug noemt. Ja, is lekker? Oh, wat is dit voor gozer? Doe curry ook. Curry is ook wel lekker. Oh, dat is nog erger. Dat stroop was dus het slechtste idee wat ik ooit heb gedaan. Want dat maakt het nog gehoorder. Maar dat maakt niet uit. Nee, we hebben het gedaan, we hebben het overleefd. Ik leef nog. Voor zover ik weet in ieder geval. Misschien is dit wel de hemel. Prachtige dag. Daarmee sluit ik het gewoon eventjes af. Totdat Ivan hier is. Dan ga ik even met Ivan praten. Zodat Jiffany wint. Want natuurlijk sta ik aan Jiffany's kant. En Ivan is hier niet. En die komt hier ook niet. Ik kreeg net een bellen. Nee, ik ging hem bellen, want hij liep verkeerd. En toen zei hij van nee, ik loop helemaal niet verkeerd. Ik zei helemaal wel. Ik heb de kaart. Toen zei hij, nee, ik loop niet verkeerd. Want ik heb Jiffany's kaart en Jiffany heeft mijn kaart. Jiffany komt dus niet naar mij toe. Maar ik heb Jiffany's live-locatie niet. Dus ik kan Jiffany ook niet in de gaten houden waar ze loopt. Dus ik kan ook niet weten wat ze aan het doen. Dus twee dingen. Dat betekent dat ik helemaal niks hoef te doen nu. Want ik hoef niemand in de gaten te houden. En daarnaast, ik weet niet of Jiffany ooit mij gaat vinden. Plus dat ik wel wil dat Jiffany wint, dus ik moet me wel even snel vinden. Zou ik Jiffany bellen? Ik ben heel druk, sorry jongens. Maar in ieder geval, Jiffany heeft dus de kaart die naar mij toe leidt. Dat betekent dat Ivan niet hier komt. Maar ja, ik wist daar niks van. Dus we zullen zien. Koude goed. Koude goed, wacht. Wat moet ik nu doen? Je moet nu via die route terug. Je moet zo snel mogelijk volgens mij weer terug. Zelfde route? Nee, volgens mij nu die. Maar dat maakt volgens mij niet uit, als je maar daar komt. Ja. Neem jij over? Moet ik rennen? Oh wacht, snel, snel. Let even, mijn camera en mijn telefoon is daar. Neem mee. Oké, takeover van Kieran. Ik heb het... Hij heeft het even overgenomen, want... het is gewoon heel pittig om... zo'n stuk te rennen. Ik heb niet dezelfde conditie als haar. Maar we gaan lekker door. Dus tot volgende week bij Thijs Vlogs. En tot snel. Kijk, wie daar aankomt dan.
Lekker jongen. Okay. Hoi. Perfect. Mag ik de kaart? Alsjeblieft. Oké. Okay. Succes. Dank je. Kom, ga terug. Oh, ik tril nog steeds gewoon. Dat is echt teringzaar. Hoe voel jij je, Roma? Hoe voel jij je? Redelijk. Misschien even voor de kijkers goed. Het is dus niet zo dat ik... Dat is even schrikken natuurlijk. Ja. Ja, nou kijk, het ding was dus... Ik zat er dus heerlijk vredig daar. In één keer komt Jif niet aanrennen, dus ik zet mijn camera neer. En in één keer zegt Thijs, kijk, het overnemen. Dus ik pak die camera en daarna ben ik gewoon weggerend. Ik heb mijn camera, mijn eigen camera heb ik laten liggen. Mijn telefoon, alles wat ik eigenlijk bij me had, heb ik daar laten liggen. Oh. Ik ben gelijk meegesprint. En echt, die camera's zijn zwaar als je aan het sprinten bent. Maar je had die rig eraf moeten halen, want die was niet nodig. En dan was het lichter geweest. Oh, maar ja, we hebben nu in ieder geval wel een winnaar. Ik ga nog niet laten weten wie, maar ik zweet wel. Ik stink ook, dus als jullie iets ruiken, ik ben het. Oké, mijn camera is dus uitgevallen, dus gaan we op een grotere camera, want hè, we kunnen altijd upgraden. Ivan heeft net een straf gehad. Die reactie van hem zullen jullie zien in die video aflevering, als ik dat mag posten, maar dat komt later wel. Ik ga diezelfde straf nemen, omdat ik gewoon content nodig heb en... Dit is pittig! En het is dom. Kijk. Was jouw reactie, was het overdreven voor de content, zeg maar? Of was het gewoon... Denk je dat mijn reactie overdreven was? Ja, ik hoop het. Mijn reactie was niet overdreven. Het is inderdaad gewoon tomatensoep wat jij zei. Ja, het is gewoon tomatensoep. Hoeveel slokjes heb jij gehad? Ik heb 2 slokken. Ik kan niet tegen pittig. Ik kan echt niet tegen pittig. Hallo, ik toch ook gewoon die kroephoek, hè? Die normale cassave kroephoek vind ik al pittig genoeg. Gaat die zender nog aan? Ik ga gewoon al over mijn nek bij deze geur. Dan krijg je gewoon die hele kutzender voor mij. De cameramicrofoon zit ook aan, hoor. Dus niet stress. Tering, dit is heel pittig, gast. Ja. Ik neem letterlijk zo'n klein stuk. Godver, ik ga je echt dood aan. Ja. Oprecht, dit ga ik helemaal niet overleven. Nu ga ik ook schelden, terwijl normaal doe ik dat niet zoveel. Dit is echt heel pittig. Ik heb zo'n klein stukje geproefd en ik voelde het echt niet normaal. Hoeveel pepers heb je erin gepleurd? Was het maar een bakje pleur? Oké, ik ga dit echt doen voor de content. Ik denk oprecht dat ik ga kotsen, want ik kan echt niet tegen pittig eten. Ah, oh, ik moet straks ook... Godverdomme! Ik kan dik aan de content. Ah! Heb je het doorgeslikt? Ja. Ja. Moet ik nog een slokje nemen? Oeh, nee. Oeh. Oké, ik heb wel melk nodig. Ik lust niet eens melk. Hier, jongen. Neem ook melk. Gadver. Nee, ik ga niet kotsen. Dat was oprecht bijna... Ik was aan het kokhalsen, oprecht. Ook om die melk. Die melk is ook gewoon... Wacht, ik ga daar staan voor als ik moet. Die melk is nog erger dan het drankje zelf. Godverdomme. Ah, godverdomme, het lijkt wel zaterdagavond. Godverdomme. Ah, dat is echt niet leuk. We zijn al een tijdje verder. Ik voel het nog steeds heel erg. Het was de content niet waard, want ik heb niet gekotst. Ik hoop dat ik ging kotsen. Maar dat was wel echt heel vies. Echt heel pittig, want ik voel het nog steeds. Het brandt echt al. Nou, dat is niet normaal. De draaidag zit erop. En, oh, dikke BMW. Wacht even afgeleid. Dikke BMW. Ik heb misschien nog niet vaak... Oh, shit. Ik heb misschien nog niet vaak genoeg gezegd. Maar wat geniet ik hiervan, hé. Het is gewoon nog lekker weer. Ik ben ergens waar ik normaal niet ben. Het geeft gewoon een hele andere sfeer. Een hele andere vibe. Ik ga hier veel te goed op. Ik heb niet vaak genoeg gezegd. In ieder geval, we gaan naar Bart's huis. We gaan pizza eten in haast. Omdat we wel op tijd thuis willen zijn. Ik ga even snel pizza eten bij Bart. En dan gaan we naar huis.
Ik heb het ook koud. Het is echt koud. We zijn weer terug waar we vanochtend begonnen. En dat is, we zijn de weg kwijt. Toch niet waar. Nou, ik weet niet waar we naartoe moeten. Jij wel? Google Maps. Oké, precies. Nee, we lopen nu naar huis. Het is 9 uur. We komen om 12 uur komen thuis aan. Tenminste, hij 11:30, ik 12:00. Ik ben wel moe, dus ik hoop wel dat ik gewoon op tijd thuis kom en het gewoon red. En ik dan gewoon kan gaan slapen. Dat je morgen dan wakker wordt en hetzelfde dag als vanmorgen. Oh, morgen wordt wel een scheiddag, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Positief bekijken. Het was vandaag een fantastische dag. Ik hoop dat jullie mee hebben genoten. Als het zo was. Ik geef zeker even een duimpje omhoog. Reageer. Wat zeg je? Die lekker smoothie drinkt. Ja, die smoothie. Hé, hey, die smaak is trouwens wel weg. En die pittigheid ook. Daar ben ik blij mee. Oh, ben ik heel blij mee. Oh, we moeten hier links. Dit was vanochtend ook zo. Oh, daar liet die hond me schrikken. Bij dat huis. Dat huis was het. Kuthond. Fijn. Prums, beest. Maar in ieder geval. Dankjewel voor het kijken, mensen. En ik hoop jullie bij de volgende video weer te zien. Zoals ik altijd zeg. Ajus. Ajus. Jus. We moeten even kijken. Kijk hoe mooi deze straat is. Ik vind het echt net het buitenland. Kijk hoe mooi.